En dit is dan de luchtplaats. Hoe lang mochten de gevangenen hierheen? Hoeveel uur op een dag? Ze mogen hier een uur lang luchten. En natuurlijk zijn het verschillende afdelingen die hier naartoe gaan. Je hebt 4 afdelingen. Per afdeling mag je een uur gaan luchten. Achter elkaar. Ja, een uurtje per dag inderdaad. En ik zie hier inderdaad, het is natuurlijk al ver verlaten. Er hangt hier nog een volleybalveld ligt hier op de grond. Daar liggen wat ballen. Op het dak liggen nog wat ballen. Het is nou een beetje een trieste bedoeling. Hè? Ook zeker met dit weer. Aflopende zaak natuurlijk. Ja, maar het sporten op zich. Ze konden hier bepaalde sporten oefenen. Onder andere volleybal, wat je net zei. Basketbal konden ze doen. Ook konden ze hier rondjes lopen. Dat deden heel veel gedetineerden. We waarschuwden ze wel eens. Als je te hard gaat lopen, aarders ons, dan krijg je een rapport. Dan moesten we mee lachen. We lopen dat rondje gewoon even. Want daar hebben die 360 camera tenslotte voor. We maken gewoon een rondje. Dan sprintjes gooiden rond de basket. Helemaal goed. Echt rond en dan ook echt langs het trottoir af die hier liggen. Ja, en vooral sporten, hè? Spieren kweken. Heel veel sporten, opdrukken. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ze gaan op elkaars rug zitten en dan opdrukken. Ze trekken de eigen omhoog. We hebben daar echt een mooi rek voor aan de overkapping hangen. En optrekken. Ze daarbij dachten van ongelooflijk, hoe kunnen ze het doen? Zoveel. Werd je dan ook niet bang van ze? Want fysiek waren ze natuurlijk wel erg sterk. Ik ben zelf ook sterk. Nee, daar zijn we op getraind ook om de jongens in te schatten. En voor hun is het een bepaalde status wanneer ze naar buiten toe gaan. Om flink opgepompt te zijn en dan aanzicht te krijgen. Je zegt, oh, hier hangt dat rek inderdaad. Ja. Ik moet zeggen, ik kan er volgens mij niet eens bij. Nou, hun zijn zo lenig. Die zijn binnen 2 seconden op het dak zelfs. En wij moeten springen om erbij te kunnen. Ja. En dan nog jezelf opzien te trekken. Nou is er ook nog een fitnessruimte hier binnen. En dan begreep ik dat jullie wel eens samen fitnessen. De gevangenen en ook nog de bewakers. Ja, in de sportzaal hebben we een hele mooie fitnessruimte. En daar mogen de gedetineerden helemaal gaan trainen. En heel af en toe gaat er een bewaker die het toezicht moet houden. Die dus ook echt mee kan trainen. En zo leer je ook veel van elkaar. Wel een bijzondere situatie. Je hebt toch een soort van hiërarchie, de bewaker en de gedetineerde, maar toch gaat dat goed samen. Nou, hier in Tilburg is het ook heel speciaal, omdat we heel veel aan bejegenen doen. En een kleine bijdrage daaraan is ook dat we dus samen met de jongens ook kunnen gaan sporten. Ik zelf doe het niet, ik hou er afstand van, maar sommigen doen dat wel en daar gaat nooit niks mis mee, dat is alleen maar goed. Hier zullen geen rondjes meer gelopen worden, hè? Alleen wij dag. Dat was het laatste rondje waar wij net gelopen hebben. Ja, ziet er jammer genoeg naar uit van wel. Ja, heel jammer.